Je hebt een koortslip en baalt als een stekker. Wat kun je nu het beste wel en niet doen? Allereerst moet je weten dat een koortslip wordt veroorzaakt door het herpesvirus dat in het vocht van de blaasje zit. Een koortslip is lastig en pijnlijk, maar kan zelden kwaad. Het herpesvirus blijft alleen wel altijd in je lichaam aanwezig en kan opnieuw geactiveerd worden. Hierdoor kun je steeds opnieuw een koortslip krijgen. Er is geen behandeling waardoor het virus uit je lichaam verdwijnt. Wat zijn de do's en don'ts als je een koortslip hebt? Raak de blaasjes niet aan en was je handen regelmatig. Zeker wanneer je de blaasjes per ongeluk toch hebt aangeraakt. Een koortslip is namelijk erg besmettelijk. Het herpesvirus dat in de vochtige blaasjes zit, kan door zoenen of naar aanraking met de vingers worden overgebracht. Zo kan het virus ook in het oog of op de geslachtsorganen terechtkomen en daar blaasjes veroorzaken. Pas als de blaasjes zijn opgedroogd, kan het virus niet meer worden overgedragen. Knuffel nooit een baby als je een koortslip hebt. Baby's kunnen ernstig ziek worden van het herpesvirus en er zelfs aan overlijden. Dit wordt daarom ook wel kiss of death genoemd. Zonlicht, een verminderde weerstand, ziek zijn, menstruatie of stress kunnen het herpesvirus activeren, waardoor de koortslip ontstaat. Beperk dus je blootstelling aan de zon. En gebruik een zonbeschermende lippenbalsem of crème om je lippen tegen de zon te beschermen. Houd je weerstand hoog. Zorg voor gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg nachtrust. Sommige mensen vinden het prettig om bij een koortslip vaseline of zinkolie op hun lippen te smeren om de jeuk en pijn te verlichten. Je kunt antivirale crèmes en tabletten gebruiken. Van de crème is echter onvoldoende bewijs dat het de klachten van een koortslip vermindert. De tabletten zouden de klachten van een koortslip kunnen verminderen als je ze in een zeer vroeg stadium, voordat er blaasjes zijn ontstaan, gebruikt. Ga naar je huisarts als de blaasjes na 2 weken nog niet weg zijn of als de ontsteking zich uitbreidt. In dit laatste geval zijn er mogelijk bacteriën in de blaasjes gekomen die nog een andere infectie hebben veroorzaakt. Dan is behandeling door je huisarts nodig.